Ik ga met jullie een eerste korte presentatie maken bestaande uit twee dia's. Daarvoor start ik uiteraard Impress. Ik kom op mijn eerste scherm uit en krijg alvast een eerste dia voorgeschoteld. Hij nodigt mij zelf al uit om een titel toe te voegen en wat tekst toe te voegen. Ik ga jullie laten zien hoe je nog aangenamer kan werken met dit volle scherm. Daarvoor ga ik eerst dit weergaveonderdeel verbergen. Dat kan ik heel eenvoudig door hier op de knopjes verbergen te drukken. Hierna is mijn eerste dia eigenlijk al een heel stuk groter om mee te werken. Ik ga een titel toevoegen, dat doe ik door hier eenmaal te klikken. De cursor springt automatisch gecentreerd in dit tekstvak. Ik geef mijn titel in, de geschiedenis van het internet. Uiteraard sluit ik met een punt. Klik daarna om tekst toe te voegen in het middelste gedeelte. Ik ga de tekst eventjes ingeven. Klik om de tekst toe te voegen. Een korte rondleiding door de ontstaansgeschiedenis van het wereldwijde netwerk. Punt. Je ziet dat de indeling eigenlijk niet erg mooi is, dus ik ga daar zelf een harde return op de juiste plaats toevoegen. Een korte rondleiding, enter, door de ontstaansgeschiedenis, enter, van het wereldwijde netwerk. Onze eerste dia is klaar. Om heel snel eenvoudig een nieuwe dia toe te voegen, kan je hier rechtermuisknop nieuwe dia kiezen of in het presentatietaakbalk bovenaan op nieuwe dia klikken. Je krijgt dan de nieuwe dia voorgeschoteld en je ziet deze is leeg en heeft een standaard indeling. Ik kan deze ook heel snel aanpassen. Als ik nu zeg dia layout, dan kan ik gaan kiezen om de layout aan te passen. Ik zal als voorbeeld hier de vierde opmaak een keertje kiezen, titel en inhoud 2, en je gaat zien dat onmiddellijk de opmaak veranderd is. Je krijgt van bovenaan nog steeds een titelbalk, maar ik heb links plaats om tekst toe te voegen en rechts plaats om tekst toe te voegen. Nu, je ziet ook deze grijze kadertjes staan. Die geven je de mogelijkheid om heel snel een ander onderdeel dan tekst toe te voegen. Je kan kiezen om een tabel in te voegen, een diagram in te voegen, een afbeelding in te voegen en een film toe te voegen. In ons geval gaan we hier zo dadelijk aan de linkerkant een afbeelding bij plaatsen. Ik zal eerst de tekst vervolledigen. Klik om titel toe te voegen. Ik klikte en ga ingeven wat is, en dan met hoofdletter internet, vraagteken. Aan de rechterkant zou ik daar een heel korte omschrijving van willen geven. Ik zal dat ook snel intypen. Je ziet hier dat ik kan klikken dat er automatisch een opsommingsteken komt. Internet is een wereldwijd netwerk van computers. Punt. Nu wil ik een nieuwe opsomming. Ik druk daarvoor gewoon op enter. En het tweede opsommingsbolletje verschijnt. Internet is een demografisch netwerk. En dat wil zeggen, dubbelpunt, elke computer kan met elke andere computer communiceren. Voilà, enter. Mijn tekst is klaar. Ik kan weer buiten het tekstvak klikken om de bevestiging te maken. Aan de linkerkant wou ik een afbeelding gaan plaatsen. Ik kan dat heel eenvoudig door hier op afbeelding invoegen te drukken. Hij gaat dan zelf vragen welke afbeelding, van waar mag ik die gaan openen? Ik heb er nog eentje, dus ik ga er eens eentje zoeken op het internet. Ik druk voorlopig even annuleren. Ik ga naar mijn internetbrowser, die staat hier klaar. En ik ga natuurlijk een foto zoeken waar ik geen rechten voor moet betalen. Dus ik kan niet zomaar via Google Images of Google Afbeeldingen een foto gaan zoeken. Ik wil zeker zijn dat de foto die ik gebruik licentievrij is. Dus ik geef een Google in, vrije foto. En ik druk daarop en ik kom op twee bekende links uit. Photosearch.nl en yunfoto.net. Ik kies de bovenste, ik vind dat een van de gemakkelijkste om heel snel iets in te zoeken. Ik ga hier zoeken naar een afbeelding van het internet. En ik druk op zoek. Hij gaat alle type afbeeldingen bekijken. Ik ga eens eventjes naar beneden scrollen, kijken of ik een leuke vind. Dit lijkt me een mooie foto. Ik ga deze gebruiken. Er zit ook veel groene kleur in. De gemakkelijkste manier om dat te doen is opnieuw de foto te gaan vergroten. Bekijk grotere foto. Als je klikt,
krijg je hem te zien en mag je via de rechtermuisknop je afbeelding gaan opslaan. Ik druk afbeelding opslaan. Ik kom in mijn downloads folder terecht. Ik ga even een nieuwe map maken. Het internet. In de map van het internet ga ik nog een nieuwe map maken. Afbeeldingen. En in de map afbeeldingen ga ik de foto bewaren. Het internet. Opslaan. Ik zie beneden dat het opslaan aan het lukken is. De scan is al gebeurd, dus ik mag het venster terug sluiten. Eventueel minimaliseren. Nu zou ik via dit knopje hier, afbeelding invoegen, snel de afbeelding moeten kunnen terugvinden. De afbeeldingen stonden bij mijn downloads. Het internet. Afbeeldingen. Daar staat hij. Een foto van het internet. Ik selecteer hem en dubbelklik. Of selecteer en kies openen. Heel even wachten totdat hij de foto ingevoegd heeft. En hij staat er al. Goed. Mijn eerste twee dia's zijn eigenlijk klaar, maar wat ik mis is een beetje kleur, een beetje een afwerking. De achtergrond is nog niet ingesteld. Zoals je ziet is het een lelijke witte achtergrond en die kan ik heel eenvoudig veranderen. Ik druk daarvoor op de rechtermuisknop, kies dia, pagina instelling en dan kom ik uit op het tabblad van de achtergronden. Kwam je daar niet op uit, dan kom je op pagina en dan krijg je dit te zien. Druk je gewoon op het tabblad van achtergrond en je ziet dat mijn achtergrond vullen op geen staat. En hier kan ik snel kiezen, ik wil een kleur gaan kiezen, groen, rood enzovoort. Of, wat al veel mooier is, ik ga een kleurovergang gebruiken. De kleurovergangen zijn al vastgesteld, dus je kan er een aantal kiezen, maar ze zijn niet zo subtiel. Dus je kan ook voor een arcering gaan, dan zie je streepjes of kruisjes of bolletjes. Of je kan kiezen voor een bitmap. Een bitmap wil zeggen, je mag een achtergrond van een foto gaan herbruiken. In dit geval kies ik eventjes voor de hemelachtergrond. Ik vind er geen mooiere die beter past bij mijn indeling. Ik druk op OK. En hij zegt, ga je die achtergrondinstellingen voor alle pagina's doen? Ik druk ja. Je moet heel eventjes wachten en je gaat zien dat mijn indeling voor meerdere dia's toegepast is. Mijn eerste presentatie is in een eerste versie klaar, dus ik ga hem ook onmiddellijk opslaan. Ik kies daarvoor bestand, opslaan of opslaan als. Bij de eerste maal mag je daar natuurlijk voor kiezen. Ik kies opslaan, ik ga opnieuw naar mijn juiste map, de downloads map. Daar had ik het internet staan en ik noem hem presentatie internet. Opslaan en alles is voltooid. Eerste presentatie is al achter de rug.